hoe is het eigenlijk om Claire te spelen in de reeks? Ik vind dat heel plezant, omdat die dingen mag zeggen die ik in het echt nooit zou durven zeggen. En die doet dingen die ik nooit zou durven. En in die zin is dat wel heel leuk altijd. Je kunt het er wel in smijten. Zo. Het is ook moeilijk om zo toch de grens te blijven zoeken tussen een typetje en een echt mens. Ik wil wel een echt mens laten zien. Dus dat is soms wat schipperen tussen de twee, maar dat is wel leuk. Is eigenlijk een personage dat ver van jou staat in het algemeen? Ik hoop dat Claire heel ver staat van mij, ja. Je moet een beetje zoeken naar die kantjes in jezelf dan. En ik denk dat iedereen die kantjes wel heeft. Bij sommigen zijn die wat meer uitgesproken dan bij andere mensen. Maar soms vind ik het moeilijk, omdat ik dan zo naar roepen ze kut, de scène is gedaan. En dan hoorde heel die ploeg, oh, jij bent toch een trut. Dan denk ik, oh, see, ik ben wel niet echt zo, hè. Mensen verwarren dat toch nog altijd blijkbaar, wat je speelt en wie je bent. En als papa je beu is volgend jaar, dan ga hij gewoon op iets anders zitten. En wilt je nu uit mijn zong gaan? Dank u. En is het tof om zo in die chique villa's en zo te mogen acteren? Ja, dat zijn natuurlijk geen echte chique villa's. Het is allemaal studio, hè. Maar dat vind ik juist er heel tof aan, dat studio's zijn, maar dat het er zo echt uitziet. Het is echt heel goed gedaan en dat is wel fijn. Je krijgt wel het gevoel dat je daar echt staat. Wat ga je dan nog doen na de Rodenburgers? Ik begin volgende week te draaien voor de langspeelfilm van Hilde van Michem, mijn mama. En verder ben ik op tournee met FC Bergman, toneelgezelschap, dat ik mee heb opgericht. Welk stuk speel je daar? Lange titel, zal ik hem helemaal zeggen. Wandelen op de Champs-Élysées met een schildpad om de wereld beter te kunnen bekijken, maar het is moeilijk thee drinken op een ijsschots als iedereen dronken is. En welke Marie Vink krijgen we daar dan te zien? Een blinde. Meer ga ik niet zeggen.